de horingkamer daar bovenop zijn. Even kijken of die los zit, hè? Even kijken of die... Nee, ja. Kun jij dat rooster wel vast afklappen? Oh. Er gaat een raampje mee. Als dat daar. Ja? Oeh. Dat hij er niet in klikt. Ja, zet hem naar voor de kast, dan kunnen ze er nog weer in kruipen zo. Ja? En dan pakken we deze op en die zetten we daar. Ja. Ja, even okay. Voelen. Ga jij je gang? Ja, je hebt de bijt op. Ja. Oh, ik heb hem hier al losgemaakt. Ja? En dan draaien, hè? Draaien? Ja. Goed zo. En nou draaf ik. Dat raam. Oh, kijk wat mooi. Kijk maar na. Ja, even. Hier staat de kleed er even open. Ja? Oh, zij hebben hun kleed niet meer goed op. Mam, jullie kleed ligt er niet meer goed op. Oh, die is afgewaaid. Die mag hier gewoon aan de zijkant beginnen. Ja, met je bijteltje? Ja. Sorry. Lama. Ja, pak hem zo beet. Moet je even kijken waar je beste beet kan pakken. Hier zit ze tegen vastgebouwd. Ja. En hier zie je dat hij helemaal los is. Oh, dat doen we die dus. Maar dit zijn dus twee donkere kanten. Dit zijn twee donkere kanten. Ja, dat zijn allebei vloerramen, hè, aan de kant. Oké, jij haalt de eerste eruit? Ja. Dan heb je een beetje een probleem met dit. Waarschijnlijk de koningin niet zo eten die zal zien. Oh, deze valt. Ik, oh nee, dat was een boekje. Mooi. Ja. Misschien is het handig. Ik hou hem hier neerzetten voor jou. Dan kan jouw vader hier even staan. Ik zal een trucje vragen. Op het voorraam zit ze eigenlijk nooit. Je kijkt even heel snel. Maar het voorraam. Nou, mag ik deze doen? Pak je het bijtertje? Ja. Maar het handige is, als de ene de onderbank doet en de andere de bovenbank. Ja, dus hij doet nu de... Ik vind het veel te leuk om af te wisselen. Oké. En dan voorzichtig omhoog halen, dat je oppast voor de koningin. En dan kijk ik nu de andere kant. Nee, daar zit de koningin niet op. Nee? Oké. Ja? Volgende keer iets rustiger laten zakken. De B hier zo aan de kant zo laten zakken. Ja. Volgende raampje eruit. En je zult zit een boom in. Ja. En je zult ook hier wat je nu kan doen is, ik zal je laten zien, want ik was de laatste keer erbij. Dan pak ik hem weer eruit. Ik zie er wel een... Nee. Kun je dan? Ja, nee, zeg.
En dan kun je zo door met de, die. Is Kim er ook hoor? Oh. Nee hoor. Ja, ik denk dat de honingraam begin ook wel redelijk vol te worden. Ja, zullen jullie eerst de kast gaan? Ja, dat geeft niet. Mag je meevullen? Een pen ligt helemaal aan die kant. Zo, honing! Dat is een soort van. Ja. Hoe moeten jullie nog de koningin zoeken? Nee, we hebben hem. Oké. Maximaal bij een plek, hè? Ja, gelijk. Het is vandaag de Brias hebben we niet. We hebben niet al gezocht naar Brias, maar het is wel aanwezig geweest. Dus ik weet niet hoeveel ramen. Ik ook niet. Maar dat geeft ook niet. Je hebt alles gezien, je hebt het gewoon niet gezien, dus het is allemaal goed. Geen helemaal, je had geen dop en je had, dus zet er maar bij, geen bijzondere. Ruimte genoeg, alles goed. Als je nou dat raam hierin zou zetten, die bij moet, die er allemaal af, dan moet je die bij je raam. Anders moeten we daar even met rook eroverheen. Dus kan deze in mijn andere kast. Heeft iemand een veger zo bij hand? Steken of van mee? Nee, ja. Nou,
Wespensteken zijn over het algemeen pijnlijker. Ja. Ja, zijn pijnlijker. Ja, je zegt even oud, dat is het. Ja. Nee, dat is nu even oud. Er zitten nog een paar op. Ja. Zie je een grote de vinger aan? Ja, zal ik hem eruit halen? Die, en dan die even opschuift. Dan wordt die mooi. Was, daar is het ook al gezegd, die van ons, die bouwde iets mooier. Wat is nou de reden om deze dit aan de muur in te zetten? Nee, dat maakt niet uit, straks haal ik hem helemaal uit. Maar dan weet ik vanaf. Nee, maar, ja, wat, nou, wij dus die, met dat extra bloed. Zo. Ik heb ook geen ruimte. Ik probeer deze ding aan te krijgen, maar je ziet al, dat dat niet wil. Dus ik laat hem maar even zo. Dat halen ze zelf. Ik ga het zelf vanzelf weer uithalen. Ik moet toch van het raam af. Oh. Zo. Oh, dat is zo verveeld soms. Ik zal alleen maar open af. Ja. Huppakee, weg. Ja. Je hoort ze direct. Ja, gewoon een kamer erboven op. Ja. En dan kan het kleed tussenweg. Ja, ik haal het kleed wel tussenweg. Ja, moet dit papier er nog tussen? Ja, die moet hier boven. Ja. Zo. Ja. Zo, mooi. En die van ons hier bij, bleef nog redelijk rustig. Ja, ja, dat ligt ook aan degene die erachter staat. Hè. Maar man, ik zou ook steken als ik jou in de buurt had.